Hallo lieve creatieve familie, vandaag gaan we wat superleuks met het lijmpistool doen. We gaan vandaag zelf sieraden maken. Ik heb het gezien bij Mohair en zij maakte zelf ook sieraden van een lijmpistool. In ieder geval, zij maakte een masker en ik heb er een choker van gemaakt. De hangertjes die je erop ziet komen van Sandra's hobbyshopje af. Ik zal je de link even geven. Ze heeft allemaal superleuke dingetjes die je kunt gebruiken om een mooie choker te maken. Maar wat heb je hier allemaal voor nodig? Ik heb hier al een template klaar liggen wat ik heb uitgetekend hoe ik mijn ketting wil hebben. Ik ga daar wat bakpapier overheen doen. En ik gebruik er zelf tulle voor. Ik plak alles goed vast. Dus je pakt gewoon een stukje bakpapier en wit bakpapier. Het is het makkelijkste. Je kunt gewoon een geprint plaatje uitprinten. Ik heb het toevallig zelf getekend, maar je kunt het ook uitprinten. Daar plak je dus bakpapier overheen. En daar overheen leggen we wat tulle heen. En dat is eigenlijk, het tulle is dat doorzichtige gaas wat je eigenlijk overal kan kopen op de markt voor kleding te maken. Ik zal jullie ook een link onderin geven van de spullen die ik gebruikt heb. In ieder geval een lijst van de spullen die ik gebruikt heb. Ik dus plak mijn tulle er strak overheen. En dit gaat ervoor zorgen dat je ketting goed stevig wordt. Je hem ook mooi kan uitknippen dat de lijm niet helemaal kapot gaat. Zo kun je eigenlijk iedere vorm maken die je wilt. Ja, dit is nu de tweede ketting die ik maak. Pas goed op met je lijmpistool, die kan goed warm zijn. En het enige wat je nu eigenlijk moet doen, is gewoon alle lijnen proberen na te trekken. Probeer ze even strak te maken allemaal. En zoals jullie zien, als ik mijn lijm loslaat, draai ik gewoon een paar keer flink met mijn lijmpistool. Waardoor ik geen draden krijg. Dus gewoon een aantal keer ronddraaien. Totdat je eigenlijk alle vormen hebt en dan kun je het gewoon laten drogen. Dat het lijm helemaal uitgehard is. Maar mijn stukje heeft nog ongeveer een kwartiertje gelegen. Hij is helemaal uitgehard. En dan wordt het tijd om het te gaan uitknippen. Ik gebruik gewoon een klein schaartje ervoor. En ik laat de tulle in de binnenkant van het patroon zitten. Maar dat kun je ook nog wegknippen als je wilt. Maar ik wil dat niet verkeerd eruit zien. En zo knip je gewoon alles netjes helemaal recht bij. Dat je alle tulle weg hebt. Met deze tutorial kun je dus superleuke versieringen maken. Hele mooie Victoriaanse sieraden. Nou, mijn ketting is dus ook helemaal klaar met hangen. En ik ga gewoon een nagellak gebruiken. Nagellak is makkelijk krijgbaar, dekt heel goed. Ik heb zelf 3 lagen gedaan zodat het goed dekkend was. Je zou zelfs ook spuitverf kunnen gebruiken, dus een spuitbus. Maar met nagellak gaat het ook heel goed en ik heb meteen een mooi effect. Ik ben al bezig met de tweede laag. En zoals je ziet, hier is mijn ketting al. Bijna helemaal klaar. Wat je nou gewoon doet is gewoon versieringen erop plakken zoals jij het wilt. Je kunt het zo gek maken als je wilt. Mijn versieringen komen dus van Sandra's hobbyshopje af. Zij heeft superleuke dingetjes. Waar ik dus een superleuk effect mee heb gemaakt. En ik heb mijn ketting gewoon helemaal versierd met steentjes. Ik heb een lintje gebruikt als ketting om het zo maar te zeggen. Dus ik heb gewoon mijn lintje aan de achterkant vastgeplakt. Op elkaar. En dan kan ik hem als knoopje dichtmaken. Sleutels aan mijn ketting eraan. En als jullie zien, ik ben helemaal tevreden over het mooie effect wat het heeft gegeven. En ik vind zelf dat een superleuke techniek waarmee je heel veel kunt doen. Ik hoop dat jullie het zelf ook kunnen uitproberen. Je kunt hier ook armen mee maken, dan verwarm je gewoon even je stuk onder de warme kraan. Dan kun je gewoon je armen heen vouwen. Ja, er zijn zoveel mogelijkheden toe. Nou, dankjewel voor het kijken. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. En ik hoop dat jullie ook mij gaan volgen op Instagram, op Facebook en op Twitter. Daar kunnen jullie vast en zeker van alles van mij vinden. Je kunt me ook altijd even een berichtje sturen als je bepaalde dingen wilt zien. Ik wens jullie allemaal een super creatieve dag en tot ziens!